alsjeblieft. Dankjewel, sorry. Kopje koffie. Lekker. Hi. Dag tante. Buurvrouw komt wel even een kopje koffie. Oh, gezellig buurvrouw. Hoi, ik ben Nini. We zijn nu in Rijkerswoerd. Ik ben hier geboren en getogen. Kom gezellig binnen. Oké. Lekker. Dankjewel. Willen jullie er ook in? Ja, lekker. Alleen de buurvrouw krijgt. Nou, Nini. Daar zitten we dan met een lekker paaseitje. Je nichtjes en je neefje hebben me uitgenodigd voor een lekker kopje koffie. Ja, dat klopt. Gezellig. Grote familie, of niet? Ja, een hele grote familie. Dit zijn de kinderen van mijn zus. En wie zitten er allemaal op de bank? Wat is jouw naam? Ik ben Clara en ik ben 12 jaar oud. En wie hebben we hier? Ik ben 19 en ik ben 5. 5? En daarnaast? Ik ben Sherifa en ik ben 5 jaar oud. Sherifa en je bent 5 jaar oud. En dat zijn de kinderen van je zussen? Ja, dat zijn de kinderen van mijn zussen. En je bent aan het oppassen? Ja, ik ben aan het oppassen. Oké, nou gezellig. Ik ben blij dat ik je even wat mag komen drinken. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ja! Hey, en jullie komen uit? Ja, eigenlijk. Nou ja, we zijn eigenlijk afkomstig van Suriname, maar we zijn wel geboren in Nederland. Allemaal in Nederland geboren. Nini, ben je ook in Nederland geboren? Ja, ik ben ook in Nederland geboren. Heb je nog wel familie in Suriname of... Ja, mijn moeder en mijn tante wonen in Suriname en nog andere tante. Ik heb wel familie in Suriname. Ja, maar ook heel veel familie in Nederland zo te zien. Ja, ik ben niet alleen hier in Arnhem. En Nathan, wat ga je doen? Net doen keurig. Oh, keurig! Ja. Ik gooi het dan zo terug in het bakje met paaseitjes, maar Nathan die gooit het netjes terug in het prullenbak. Heel goed. Nou, wij eten lekker verder van de chocolaatjes. Nini, wat voor school doe je? Ik doe een video-editingopleiding. Kom rustig zitten. Ik ga naar school voor video editing. Mm-hmm. Zodat ik videoclips kan leren maken en films kan leren maken. En het is op het ROC of zo? ROC op de Torbeck. Nee, niet de Torbeck. We zaten op de Torbeckenstraat, mm-hmm. Maar nu zitten we op de Velpenweg. En dan leer je zelf hoe je filmpjes moet maken. Ja. En ik ben ook al... Hoe zeg je dat? Ik breng het ook al in de praktijk. Ja? Ja. Ik heb vorig jaar in de zomervakantie... Mm-hmm. Heb ik met wat vrienden van mij een film gemaakt. Ja? En daar staat mijn nichtje ook in. Echt waar? Je hebt een rol erin? Ja. Hi. Ik ben net terug uit New York. Tuurlijk was ik uitgeput toen ik daar aankwam. Maar niet zit me tegen om de stad te gaan verkennen. En zal ik jullie eens wat vertellen? Ik ben op de foto geweest met Paris Hilton. En ik verbleef in het Hilton Hotel. Had haar vader voor me geregeld. We zijn met een tweede film bezig. Ja. En dat organiseert Tante Nini allemaal? Ja. En hoe gaat dat dan? Gaan jullie het verhaal zelf verzinnen? Verzint Tante Nini het verhaal? Ja, we gingen wel met elkaar zitten. En toen gingen we allemaal ideetjes verzinnen wat we allemaal konden doen. En dan ging Tante Nini dat allemaal bij elkaar. En daar zijn jullie nu een film van aan het maken? Ja. Dus jullie hebben een hele creatieve familie? Ja. Hebben jullie ook nog een muzikaal talent in de familie? Nou, ik heb een nichtje, zij kan rappen. En ik kan ook rappen. Ja? Ja. En dan kun je dan zelf ook beats maken? Ja, ik maak meestal beats op de computer. Ja? En dan ga ik daarop rappen. En die maak je zelf op de computer? Ja, die maak ik zelf op de computer. Dan zet ik de beats gewoon zelf in elkaar. En kun je ook beatboxen? Ja, beatboxen kan ik ook. Kan ik wel even laten horen. En dan kan mijn nichtje, die gaat dan even rappen. Leg eens even precies uit wat beatboxen is. Want niet iedereen zal het weten misschien. En beatboxen... Dat. Oh! Ja, laat me horen. Dat is zo, want dat klopt wel heel goed. Doe dan. Nee, dat kan ik niet zo goed. Ja, zo ongeveer. Ja. Oké. Okay. Sherifa, daar komt hij. Oh, ik spuug bij. Het begin is fout, hè? Ja. Zit geen ritme in, hè? Nee, maar het was al pas voor... Moet weer een ritme in. Ja, ik doe mijn best.
ben dan blij dat het eruit komt. Jullie mogen wel meeklappen hoor, dan voel ik me een beetje gesteund. Ja mensen, van Tito Arnhem. De buurvrouw is hier gekomen om een kop koffie te drinken. En nu begint ze te rappen. Leuk en speciaal is het allemaal, maar nu komt mijn rap. Houd vol buurvrouw, houd vol. Ga voor alles door me heen, nu ik zo naar je kijk. Wat een mooie ogen en een mooie lijk. Maar daar gaat het niet om, draait het niet om om je binnen te blijven. Ja, daar gaat het om. Ik wil graag met je praten, van anders zijn je vragen over hoe je niet bent. Ja, wie je niet bent, is over hoe het nou zit. Dat maakt geen verschil, ook al leek het je niet op. Hier zit je niet om. Ik vind je fascinerend. En net als meerdere dingen in de wereld, maak jij verschil voor mij. Zeg je me één ding dat ik gewoon moet zijn. Ook al vind ik het moeilijk, maak jij verschil. Wie verhaal vol? Ja, het is niet vol te houden. Het is heel veel moeite hoor. Ja, daarom moet je heel veel oefenen. Daar moet je zeker veel voor oefenen. Dan raak je buiten adem van. Ja. Maar ik kan dat wel. Jij kan dat wel? Nou, laat jij nog even een klein stukje horen. Steve Arnhem, zoals jullie zien, mijn kleine neefje kan het ook. Ga door. Het zit allemaal in de familie. One Love TV, Arnhem. Nou, dit klinkt heel swingend. Hey, en met zo'n swingende muzikale familie, daar stel ik me voor, en zo'n grote familie ook, want jullie hebben heel veel neefjes en nichtjes, stel ik me voor dat jullie ook hele leuke feesten hebben. Ja. Ja? Wanneer hebben jullie speciale feesten in Suriname? Weet jij dat, Clara? Ja, als je meestal 10, 20, 30 of 35 of zo hoort. Dan gaan we meestal wel een groot feest vieren. Vieren jullie om de 5 jaar een verjaardag of groot? Ja, niet altijd. Nee, niet altijd. Maar hoeft niet. Je moet gewoon vanaf, als het gewoon een leuke leeftijd, voor sommigen is het 10 jaar. Als het gewoon een groot getal is, dan gaat men een band huren en dan komen ze muziek spelen gewoon om de verjaardag leuk te vieren. Huh? Het is zeker niet ieder jaar, want het is ook een vrij dure grap. En wat is nou echt speciaal Surinaams eten? Roti, nasi, rami. Kip. Pom, moksalesi. En zijn er ook dingen die Surinamers niet eten? Varkensvlees. Eigenlijk eten we alleen kip en vis. Wij eten dat, maar andere mensen, Surinamers, kunnen wel bijvoorbeeld varkensvlees of dat soort dingen eten, maar wij eten dat niet. Wij eten dat is kip, meer in jullie familie. Ja, of lamvlees. Oké. Okay. Maar over Surinaams eten gesproken. Zin in roti, buurvrouw? Kan ik het even lekker maken? Lekker! Nee! Pannenkoeken! Nee, we gaan roti maken. Nee! Pannenkoeken! Nou. Vinden jullie dat lekker, de pannenkoeken? Ja. Nog lekkerder dan roti? Ja. Nou, pannenkoeken met stroop is veel lekkerder. Ja, dan worden pannenkoeken denk ik. Ja, dan gaan we pannenkoeken maken. Lekker! Niet zo. Het is bijna een sport. Het hele lichaam gaat geshaped worden, hè? Ja. Nee! Woe, bijna! Kijk uit, daar valt hij op je hoofd. Je moet hem hoog gooien. Hoog! Ja! Nog een keer, hoog! Ja! Ja! Heerlijk! Goed recept. Is een van hun toevallig echt je buurvrouw of buurman en wil je een lekker kopje koffie met ze drinken? Of nog beter, wil je een lekkere pannenkoek met ze eten? Zeg dan gerust! Pannenkoekenbuurvrouw. En wat betekent dat? Pannenkoekenbuurvrouw. Oh, dat betekent pannenkoekenbuurvrouw. Ja. Sluiten we dit keer zo af. Pannenkoekenbuurvrouw. Doei! Dit was voorlopig de laatste aflevering van Kopje Koffie Buurvrouw. Alle jongeren die u gezien heeft zijn spelers van de Arnhemse theatergroep Cactus. Meer informatie over deze theatergroep is te vinden op www.theatergroepcactus.nl. Volgende week dus geen aflevering van Kopje Koffie Buurvrouw, maar wel een registratie van een theaterpresentatie die theatergroep Cactus heeft gegeven. Deze presentatie heet de Cyber Chicks en gaat over internet en jongeren. Las jij was mijn ware liefde! Voor jou had ik een telefoon en voor jou had ik MSN, maar dat is nu allemaal voorbij! Na de zomer komen we terug met een nieuw programmaatje. En in dit programma gaan we wat dieper in op de talenten van jongeren. Want Arnhemse jongeren hebben heel veel talenten, zoals jullie al gezien hebben de afgelopen weken. Tot slot nog een vraag voor de oplettende kijker. Wat lust ik niet en heb ik ook in geen enkele aflevering genomen? Is dat A,
Koffie? Nou. B. Anne. Koffie. Of C. Koffie. Het goede antwoord is natuurlijk koffie. Maar ook al lust je geen koffie, eet je geen varkensvlees of spreek je de taal niet, contact met je buren kun je altijd maken. En het levert een hele bijzondere ontmoeting vaak op. Tenminste, dat is mijn ervaring. Doei!